hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Goedemorgen. We hebben Liam al afgegooid op school. Hij was niet blij. He was not amused. Hij wou echt gewoon niet. Maar goed, hè, prima. Hij is er toch. Ik heb hem gewoon naar binnen geduwd. En hij zal even niet geweest. Nee, hij zal even niet meer geweest. Dus hij moet even wennen. En het is niet zo dat zijn vaste juffrouw daar de deur open deed. Want die was binnen als het goed is. Dus ja, hij moest even schakelen. Maar we gaan nu Jordi wegbrengen. En dan gaan we eventjes naar het winkelcentrum. Ik word naar mijn werk gebracht. Ja, natuurlijk. En Liam eet lekker een croissantje. Ja, opgehaald van school. Die hebben we nog op last minute opgehaald. Ja. Hoe vond jij de rondleiding? Nou, we hebben een school gevonden voor Jordi, dat kunnen we eigenlijk al vertellen, toch? Ja. Hij mag dat erin. Jordi moet ook hulpbehoevend zijn genoeg, zeg maar, voor die school en deze. Dus ja, van beide kanten kan hij daar komen. Ja, wij hebben echt wel een goed gevoel. Ja, in april gaan we dan waarschijnlijk beslissen of hij in september gaat starten of na de kerst. Ja. Dus. Maar het is wel zo dat wij nou al niet meer bij die andere school willen gaan kijken. Nee. Dat hebben ze al geregeld. Dus Mandy zet mij even af bij mijn werk. En dan gaat ze naar huis en dan met de kinderen aan de slag. Ja, en dan ga ik zelf eten. Ja. Nou, ik heb deze slaapkop wakker gekregen. Die andere heeft niet slapen. Maar we gaan nu grote broer halen. We hebben deze slaapkop opgehaald. Want deze slaapkop die lag gewoon weer te slapen voor de tweede keer op school. En die slaapkop slaapt ook eindelijk. Maar ja, hè? Dan moet hij daar nog uit de auto. Alles en iedereen heeft weer drinken gehad. Ik heb een snoepje in mijn mond. En ik ga nu beginnen met het eten. Wat ik nog even wou zeggen is, ik ga nu nog niet vertellen waar dat Jordi daar naar school waarschijnlijk gaat. Dat ga ik allemaal te zijner tijd vertellen. Waarom? Omdat alles nog niet helemaal 100% zeker is. De school wil hem graag hebben. Wij moeten de aanvraag en alles indienen. En dan kijken hoe en wat. Dus ja, ik ga nog niet vertellen waar dat hij naar school gaat in de toekomst. Maar hij kan er wel tot zijn 18e blijven. Dus het is wel een school waar dat hij een hele lange tijd kan blijven. En waar ze hem dan ook goed kennen natuurlijk. Wat ik wel moet zeggen is, ik ben natuurlijk iemand die altijd zegt, Jordi is niet zielig en ik wil ook niet dat hij als zielig behandeld wordt. Ik wil niet dat hij voorkeursbehandeling krijgt van mijn omgeving, bij wijze van spreken van onze omgeving. En dat krijgt hij in principe ook niet, want zowel ik als Niels zijn daar wel een beetje ja, in duidelijk in dat we dat gewoon niet willen. Even wachten hoor. Daar was ik weer. Ik en Niels die willen natuurlijk niet dat Jordi een voorkeursbehandeling krijgt. En dan krijgt hij ook echt niet op de plekken waar dat hij komt. Maar ik heb zelf heb ik dan altijd zoiets van ja, Jordi is niet zielig. En ik vind hem niet zielig en bla bla bla. Maar dan komt het moment. Ik heb daar op zeg maar op de Elzengaard waar Jordi nu zit heb ik daar niet. Ik heb totaal niet dit idee. Maar dan kom je op een school waar ja, ook oudere kinderen zitten. En ook met Down, ook met andere beperkingen natuurlijk. En dan denk je, oh garem. Dan denk ik, nee Mandy. Nou doe je hetzelfde waar je zelf een hekel aan hebt. Dat is best confronterend moet ik zeggen. Dat is echt confronterend. Dat je het idee hebt van, ik vind Jordi niet zielig. Dat je zelf denkt, ik vind Jordi niet zielig. En dat je dus daar ook naar leeft. En dat je dan een ander kind ziet en dan denkt, ga haar. Dan denkt Mandy. Nee. Zo moet ik niet denken. Ik ga nu heel eventjes een hond en een kind uit elkaar halen. Want die breken hier de boel af. Daar staan ze hoor. Zitten ze, staan. De drie ettertjes.
ze een hele andere boema aan het kijken. En Jordi accepteert dat, dus dat is alleen maar goed. Soms moet je ook even proberen te veranderen. En dat doe ik nu. Ik ben ondertussen aan het koken. Ik ben mijn oma's ragout aan het maken. En dan eten we met rijst en groenten. Maar officieel hoort dat er niet in, maar ik doe het wel. Goedemorgen. Vandaag hebben we een pyjama dag. Liam is de hond aan het vervelen. Tot nu toe vindt de hond het ook niet erg. Maar ik hou er natuurlijk wel mijn oog op. De hond gaat gewoon bovenop hem. Die heeft daar gewoon schijt aan. Ik heb hem er al 100 keer uitgegooid. En alleen al deze ochtend. Ik denk dat ik een grote hondenmand moet kopen of zo. Zodat ze er allemaal in kunnen liggen. Sammy die zit lekker daar te spelen. En Jordi is daar. Daar staan ze samen hoor. Ben je trots dat je bij je broer staat? Ja, daar ligt er een. Ik heb net fruit gemaakt en die ga ik nu even geven. En dan zit dat er ook weer in. Soms mis je wel eens iets in je kast. Qua kleding dan, hè. En dit had ik nu ook bij Jordi en bij mezelf. Ja, ik heb heel veel zwarte kleding en donkere kleding. En ja, dat heb ik. Trouwens, kindje liggen op bed. Slaaptijd. Maar ik miste dus gewoon nog een paar dingetjes in de kasten van Jordi, van Liam. Want degene die ik had, of ze past Jordi net niet meer, of het zit qua pasvorm niet helemaal goed. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb bij de HEMA gekeken. En daar vond ik, want ik zag ook gelijk weer eentje voor Liam. Ja, dat kan ik dan niet laten liggen. Deze. Ik vond hem wel stoer. En dan had ik deze. En ik weet dat ze passen hoor. Dus ze hebben vaker deze soort joggingbroeken gehad. En voor Jordi ook gewoon een pikzwarte. Zodat hij ook wel eens een keer een zwarte joggingbroek aan heeft. En dan heb ik voor mezelf heb ik leggings. En ik had er een paar kapot getrokken. En ik heb altijd van de HEMA de hemdjes. En die had ik weer nodig. Dus vandaar. Dat was mijn pakketje. Meer heb ik niet gekocht. Dan ga ik zo even eten. En dan hoop ik dat de kinderen slapen. En dan dat ik even nog opruimen. En dan is het alweer bijna tijd voor dat Niels thuis komt als ze weer wakker zijn. Dus ik weet ook nog niet wat we gaan eten. Ik moet nog even nadenken. Ik heb Jordi wakker gemaakt. Of ja, wakker gemaakt. Het kind doet dit. Hallo, nou lag je nog bovenop me. Dan kreeg je niet wakker. Hallo. Ja? Kom je op de bank? 1, 2. Hij is nog zo moe. Komt allemaal door zijn gesnotten hoor. Hij heeft altijd, als hij een griepje of een virusje heeft, slaapt hij eigenlijk het liefste de hele dag door en dan 's nachts etteren. Alhoewel moet ik zeggen dat hij dat nou niet heeft gedaan, tot nu toe. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Maar voor nu is hij nog niet in staat om wakker te worden. Hij is wakker hoor, maar hij is geestelijk is hij nog in een staat van nee, ik wil niet wakker worden, ik wil slapen. Ja, Sam. Is ook lastig, hè? Sam die staat er. Sam die staat daar te spelen. En af en toe moet hij zeuren. En Liam die doet zijn eigen ding.
Maar ja, Jordi dus, die ligt hier in een... Vind je het echt niet leuk? Vind je het echt niet leuk? Jordi ligt hier dus in een klein kokonnetje, wat hij het liefste doet. En dan gewoon lekker relaxen en slapen. Maar mama die doet hem dit het vervelen door te kriebelen. En dan kan hij niet zo heel goed tegen. Ga je nou even wakker worden, Jordi? Jordi, kleine Jordi, je moet wakker worden, kleine Jordi. Ja, mama wordt steeds irritanter, elke keer een beetje meer, hè? Dat doe ik altijd. Doe ik eerst heel rustig en dan begin ik irritant te worden. Dat vindt hij niet leuk. Even wat harder zetten voor de Oost-Indische dove mensen. Wij kunnen leren om te dansen. Aha, dat is een hele goede voor. Liam wordt er altijd een beetje chagrijnig. Want hij denkt, ik heb dit nou al 20.000 keer gezien. Al die tijd dat ik hier op de aarde rond hobbel, dan zie ik dit al. Saaie jongen. Hier het ontwaakt. Begint wakker te worden. Begint zich te realiseren wat erop staat. Dan ziet hij dat zijn broertje daar zit. Dat vindt hij niet tof. Maar... Weet je wat wij vandaag allemaal zijn gaan doen? Wij zijn in de dierentuin geweest. Zijn moeder zit bij hem in de buurt en dat weet hij. Zoals een echte. Dus hij kruipt langzaam maar zeker naar mij toe. Hij is gewoon zo... voorspelbaar. En hij is wakker, want hij laat scheet. Ja, we. Lukt het, Jordi? Hij zit hier ook te wiepen met zijn voeten. Hij vindt het wel prima zo. Lekker relaxed. Jordi. Nee, je blijft even hier. Waarom moet je nog verschonen? Zaterdag gaat hij ook weer naar de kapper. Samen met Niels en met Liam. Sam doen we nog niet. Daar gaat hij het been weer in de lucht. En dadelijk in één keer een schub tegen Liam van af aan. Je ziet je? Dan gaat hij in één keer naar Liam toe met zijn hoeten. Je bent een etter. Je bent een etter. Ook jij kan etteren. Dus mensen met een perk kunnen ook gewoon etteren. Net zoals deze grote vent. Ook al is hij heel lief. Maar ook hij kan etteren. Net als zijn broertjes. Zachtjes doen, hè? Ja, jij bent grote broer, dus jij moet zachtjes doen. Let op je broertje. Wil je kriebelen? Zeg je kille, 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 kille. Kille, 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 kille.
gisteren deed hij dit dus. En dan daarna was het een tik op Sam's harses. Dus ja, ik ben een beetje wantrouwig. De kindjes zijn lekker aan het eten. Frikandelletje, frietjes. Ik had voor Sammy had ik nog macaroni in de vriezer zitten. Papa heeft lekker. Mama heeft lekker. Ik heb ook lekker, maar ik weet niet, dit eet ik never nooit niet op. Maar ik heb er gewoon zin in. Klaar. Hij en ik zijn samen gedoucht. Liam en Sam zijn ook gedoucht, maar die liggen al op bed. Zijn fles wordt nou gemaakt door Niels. Nee hoor, maar die zijn in bad geweest. Oh, in bad, sorry hoor. In ieder geval, we hebben een douche en daar hebben ze in gezeten in een bad. Zo beter? Ja. Ja, oké. Dat hebben we gedaan. We hebben jullie ook geholpen en daar kwam het toch heel eruit met een hele hoop scheten. Dus die is weer leeg. En nu gaat ze dadelijk jullie naar bed en dan gaan we hier eventjes wat dingetjes doen. En dan is het alweer avond. Of ja, het is al avond. Zo snel vliegt de tijd. Hallo. Hoi. Was het gelukt het voordoen? Ja. Papa heeft even voorgedaan bij Jordi hoe dat hij moest slapen. Mm-hmm. En dat is wel gelukt, toch? Ja. Ja. Nou gaan we deze ups en down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.